Lang geleden, hè, dat het begonnen is inmiddels. Ja, we staan nu in november. 32 jaar? 33 jaar, oh. 33 jaar. 32 jaar Moonlights. Ja. Moonlights, wat is dat voor een soort genre muziek? Eigenlijk alle soorten muziek, avondvullend, zeg maar. Maar merendeel, zeg maar, Nederlands, Duits, het smartlappen gebeuren. De gezellige muziek. Als je naar het verleden kijkt, dan zegt dat toch voor jou genoeg. Alles gaf ik jou die jaren, wat je ook maar aan me vroeg. Dikwijls kwam je thuis naar vieren, want dan was je weer bij haar. Zeg me nu niet, schat, het spijt me, ga maar weg, bekijk het maar. Ik ben een hele grote fan van Nederlandstalige muziek, ja. Ik had altijd, ja, altijd heb ik de radio aan, in de auto, thuis. Maar meestal alleen maar Nederlandstalig en Duitsstalig. Ja, ja, Duitsstalig, dat leeft ook enorm, ook onder de piraat. Ja, als je ziet, ja, het Duitse lied, daar komen eigenlijk ook de meeste Nederlandstalige liedjes af. Ja, hè, dus ja, die zijn vaak toch allemaal wel geklauwd, ja, hè? Ja, geklauwd, ja, zeggen ze wel, ja. Ja, als je ziet, vroeger had je de Flippers. Ja, als je ziet de Flippers, dat het hele repertoire van de Flippers zit eigenlijk in Nederland. Mijn vader, Sunstream, zang een band, was veel van huis. We waren altijd bezig met muziek. Ja. Van kinds af aan. Ik weet dat ik van school af naar huis rende om op de bank te kunnen gaan zitten. En die zette ik dan zo dat ik precies, want toen we vroeger deden ze in de huiskamer nog repeteren. En daar zat ik dan gewoon naar te kijken. En wat was dat voor een tijd? Was dat een gekke huis? Ja, in die tijd nog niet. Sunstreams hebben in 1979 begon het eigenlijk met grote hits. Toen werd er, of toen was ze al bezig, want toen kregen ze een gouden plaat, een platina plaat. In 80 meen ik dat dat was. Ja. Ja, en heeft toch wel impact. Maar altijd alleen maar daar kijken, dat is wat ik wil. Aan de grens van de Duitse heuvelen zag men daar een bloedige slaap. In de stille avonduren een Canadees soldaat of wat. In de stille avonduren een Canadees soldaat of wat. Je bent daarmee opgegroeid. Ja, en toen ben je dezelfde pad gaan bewandelen. Ja, ja. En dat deed je met je zus en dan, ja, ook met de anderen. Ja. Een trio waren jullie, nu is het een duo. Ja. Ja, dat is gewoon zo gekomen. Mijn zus is afgelopen eind februari gestopt. Ze gaat nu verder als solo-artiest. En wat ging er toen in je om? Dacht je ook dat het einde zou kunnen zijn van de Moonlights? Op dat moment wel, hebben we heel even gedacht. Het was ook niet onze keuze. Ook totaal niet verwacht. Maar we konden twee dingen doen, of stoppen of doorgaan. Ja. En we vonden het publiek en de Moonlights nog veel te belangrijk om er een einde aan te komen. Ja, we hebben... Hoe heb ik dat ervaren? Het is natuurlijk heel moeilijk in het begin, want ja, je hebt een persoonlijke band opgebouwd als broer en zussen, zeg maar. En dan is het gewoon, ja, er valt iemand weg waar je, ja, ik zit dan nu 22 jaar bij de Moonlights, die na 22 jaar eigenlijk weg is. En dan, ja, je pakt de draad gelijk weer op en dan gaat het wel weer. Als ze gestopt waren, dan had ik gedacht van, daar had ik het denk ik wel moeilijker mee gehad, denk ik. Voordat je gaat, wil ik je graag zeggen
dat ik je liever langer gekend had. Dat er nooit meer morgen zal zijn, waarin ik niet in mijn gedachten denk aan jou. Ga nu, mijn vriend, jij, die doodgewone jij. We zijn allemaal successen geboekt, met toch als trio. En dan nu als duo, is dat moeilijk om dan weer terug te komen waar jullie dan waren, zeg maar? Op hetzelfde level? Of is er nooit echt een terugval geweest? Nee, terugval is het niet geweest. Ook dat hadden we niet verwacht. We hadden gedacht van, we hebben heel even tijd nodig. En dat hebben we ook nog wel. Om dingen op rit te krijgen voor ons tweeën. Mm-hmm. Als Moonlight zijnde. Kijk, er zijn natuurlijk wat nummers die we aan moeten gaan passen. Dan moet ik eerst zoeken. Dat is lang geleden. Oh, de hele verbouwing. Kijk, hij doet het. Is dat iets wat elke muziekliefhebber moet hebben, een jukebox? Eigenlijk wel, hè. Hij werkt nog op guldens, hè? Ja. Helemaal niet, kleine Eva. Ja, dat is een hele oude. Oh, in het Duits. Nou. Nu hebben jullie samen al heel veel lief en leed gedeeld. Wat is nou het hoogtepunt van de afgelopen jaren? Borne. Ja, in Borgen. Mega Piratenfestival van Willy Oosterhuis. Dus ja, stonden we voor 15.000 mensen. Ja, je komt er aanrijden in de auto en je kijkt daar rond en je ziet daar een feest aan staan die zo groot als een voetbalveld. Ja. Ja, dan schrik je. En wat dacht je toen, voordat je op moest? De laatste 10 seconden? Die heb ik niet meer meegemaakt. Nee? Nee, want ja, voor ons stond toen Django Wagner. En je staat daar achter op het podium. Je moet een hele hoge trap op, want het is gewoon gigantisch hoog. En je ziet, als je dan op de bühne komt, je ziet wel één grote mensenmassa. Ja, en dan sta je tussen al die toppers. Ja. En kennen die nieuwelingen, zeg maar, laten we dat maar zo even noemen, de Django Wagner, zijn toch nieuwelingen? Kennen die jullie ook? Ja, want we hebben vaak, zeg maar, optredens waar een artiest op komt treden. Of een Janders, of een Sineke, of Django Wagner. Kunnen jullie nog wel normaal over straat dan? Jawel. Of worden jullie wel continu herkend? Mensen weten wel wie jullie zijn? Ja, ja. Dat wel, ja. Maar hier is... Het is gewoon allemaal schappelijk. We wonen hier in ons eigen dorp. Dat is alles zo gewoon. Ja. Ja, en als je aan de kant van Serenberg of zo komt, worden jullie dan nog steeds herkend? Vaak zijn wel plaatsen als je. Ja. Dan kom je daar en dan zie je lopen. Of je rijdt met je bus er langzaam. En dan is het. Oh, kijkers, Moonlight. Ja, dat is wel leuk. Ja. Jullie treden nog steeds op. Hoeveel optredens hebben jullie gemiddeld per jaar? Zou je een cijfer kunnen noemen? Nee, dat kan ik echt niet. Dat varieert gewoon. We hebben gewoon ons werk, zeg maar. We zijn gewoon wekelijks onderweg. Ja. Eigenlijk het hele jaar door. Het hele jaar door zijn we bezig met nieuwe dingen. En repeteren? Ja. Komt ook. Er natuurlijk ook bij. Waar doen jullie dat? Bij mij thuis. Oké. Okay. Gewoon. Ook een studio en dergelijke? Ja, we hebben daar een klein studio waar we onze dingen doen, waar we repeteren, nummers uitzoeken, zelf wat componeren of tekst schrijven. Ja. Dat leggen we dan weer weg voor, wie weet, een nieuwe CD. En hoe lang gaan jullie nog door? Totdat we niet meer kunnen. Ja. Mijn geluk, alles is nu stil.
meer